de komst van Søren Lerby en Jesper Olsen in de jaren 70 heeft Ajax een bijzondere band met Denemarken. Afgelopen week werd die band weer aangehaald toen een groep Deense trainers, met onder andere Ole Tobiasen, op bezoek kwam in Amsterdam. Ole, waarom zijn jullie hier? We hebben een studiereis deze week met de Deense trainings, of trainersopleiding. We zijn nu bezig met het CC1 in Denemarken. En nogmaals, hebben we dus een studiereis deze week. Dat is dus naar Ajax. Het is niet zonder reden dat de Deense trainers in opleiding juist bij Ajax komen kijken. Maar hoe is die speciale band nou ontstaan? As far as I can see, it's a lot of Danes have played in Ajax Amsterdam. The way of doing things are more or less similar. So there's a Dutch way of playing, which Danish teams also are trying to do. The way of living is more or less the same in Holland and Denmark. Er zijn gewoon heel veel Denen geweest, dus het blijft gewoon het Deense club en dat is natuurlijk mooi. Wie is voor jou de grootste Deense Ajaxiet alle tijden? Ja, dat kan ik niet zeggen. Er zijn zoveel grote en goede spelers geweest, dus ik heb geen favoriet. Nee, noem maar anders even een paar. Ja, ik heb zelf met Michael en Brian Laudrup gevoetbald. Ik heb met een Kronker gevoetbald. Wie hebben we meer gehad? In mijn tijd, dat was het een beetje. Maar ja, je hebt Perez gehad. Vroeger had je Frank Arnesen, Søren Lerby. Er zijn zoveel geweest. En het zijn allemaal belangrijk geweest voor Ajax. Dus ik kan niet eentje uitpikken, nee. The best one must be Søren Lerby, I think. I still think that, you know, of representing Denmark, Michael Laudrup have a special role, I would say.